Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het EK voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er in de tweede ronde van de poolfases is gebeurd. En natuurlijk de wedstrijden die wij gaan voorspellen voor de laatste wedstrijd van de poolfase. Waardoor ook wordt beslist welke teams er doorgaan naar de volgende ronde. Nederland is daar in ieder geval één van en dat is alleen maar mooi. Laten we eens gaan kijken naar de uitslagen. Finland-Rusland is 0-1 geworden, op zich geen hele rare uitslag. 0-2 voor Wales vind ik nog wel bijzonder tegen de Turken. Italië wint met 3-0 van Zwitserland. Oekraïne-Macedonië werd 2-1. Denemarken-België werd 1-2. En Nederland won met 2-0 van Oostenrijk en zijn dus door naar de volgende ronde. Zweden won met 1-0 van Slowakije. Kroatië-Tsjechië werd 1-1. Engeland-Schotland werd 0-0. Hongarije speelde 1-1 tegen Frankrijk, wat best bijzonder is. En Portugal-Duitsland, geheel tegen de verwachtingen in, won Duitsland met 2-4. Spanje-Polen is nog niet eens begonnen, maar zoals jullie weten, ik wil dat iedereen ruim de kans heeft om de wedstrijden te gaan voorspellen die morgen gespeeld gaan worden. Dus vandaar dat de aflevering natuurlijk nu al online komt. Dan gaan we kijken naar de wedstrijden die we nu gaan voorspellen. Italië moet tegen Wales de laatste wedstrijd. Zwitserland speelt tegen Turkije. Oekraïne ontvangt Oostenrijk. Macedonië moet tegen Nederland. Of Noord-Macedonië moet je tegenwoordig zeggen. Rusland tegen Denemarken. Finland tegen België. Kroatië ontvangt Schotland. Tsjechië moet tegen Engeland. Zweden tegen Polen. Slowakije speelt tegen Spanje. Portugal tegen Frankrijk. En Duitsland tegen Hongarije. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Wil je nou de tussenstand zien? Kijk dan eventjes in de beschrijving. Het bovenste linkje is de volledige stand. Die wordt pas weer aangevuld op het moment dat alle wedstrijden geweest zijn. En dan zie ik je heel graag de volgende aflevering. Waar we als het goed is wel elke keer de tussenstand hebben. Omdat er dan rustdagen tussen zitten. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.